Het plan voor een dorpslandgoed aan de noordkant van Almelo. Het lijkt te mooi om waar te zijn en dat blijkt, want projectontwikkelaar Sant Ruiter lijkt er zelf niet meer in te geloven. Hij stelt de gemeente Almelo in gebreken als zijn plan over 14 dagen het niet gaat halen in de gemeenteraad. Ik heb de gemeente, het college, in gebreken gesteld. Waarmee ik bedoel, als wij deze informatie bij tijd hadden gehad, hadden wij 1,5 jaar geleden beter ons op andere zaken kunnen richten. Hoe heeft het allemaal zo ver kunnen komen? Waterrijk was het plan. Een wijk met waterwegen waar bewoners hun jacht bij huis konden aanmeren. Een plan dat te mooi bleek voor Almelo. Jarenlang werd landbouwgrond aangekocht, wat de gemeente vele miljoenen heeft gekost. En toen kwam de crisis. De wijk zal er nooit komen en de gemeente zit in de maag met vele hectares onverkoopbare grond. De rente op de lening kost de gemeente jaarlijks heel veel geld. Bij verkoop is de opbrengst van de grond veel lager dan het aankoopbedrag. Dus is er een zoektocht naar andere oplossingen. Vele plannen zijn de revue gepasseerd. Een van de hardnekkigste is het dorpslandgoed, het Loogoed. Een natuurgebied dat openbaar is voor mensen die het willen bezoeken. En er kunnen zo'n 500 mensen gaan wonen die zelf zorgen voor het onderhoud van het landgoed. Een mooi plan, wat uiteindelijk de gemeente misschien 9 à 10 miljoen euro zou kunnen opleveren. Zou kunnen, want er is onzekerheid. Veel onzekerheid. Dat hangt er maar vanaf hoe je het bekijkt. Wat ik ook geschetst heb, de gemeente heeft ons uitgenodigd om hier een plan te ontwikkelen. Als je zo'n vraag stelt, dan weet je, dat mag je ook van een professionele ambtenarij verwachten, dat je fasegewijs aan zo'n plan werkt. Dat is wat wij doen. Wij hebben 2 fasen doorlopen. Dat was een oriëntatiefase en daarna een initiatieffase met een haalbaarheidsstudie als uitkomst. De logische volgorde is vervolgens dat je aan een planontwikkelingsfase begint. Nou, die fase heeft de gemeente eigenlijk in een heel vroeg stadium al onmogelijk gemaakt door te besluiten dat de woningaantallen eraf gaan. En daarmee heb je eigenlijk niks meer in handen. Dat is wat ik bedoel met een lege huls. Dan heb je een niet betekenend voorstel op tafel gelegd. Want als je nu voor een dorpslandgoed zou kiezen, dan heb je niks in handen. Immers een dorpslandgoed zonder woningaantallen, dat gaat nergens over. Dat is die lege huls. Aan de andere kant is er een aanbod van de provincie. Dat wil de landbouwgrond nu aankopen voor herverkaveling. Boerenbedrijven die elders uit de provincie weg moeten, vanwege bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden, kunnen dan naar deze plek verhuizen. En daarmee kan de gemeente in één klap zo'n 13 miljoen euro binnenhalen. En dat is snel geld en daar lijkt de voorkeur van de gemeenteraad dan ook naar uit te gaan. Weinig kans dus voor het dorpslandgoedplan. Maar volgens ontwikkelaar Ruiter is het al veel langer bekend dat zijn plan het niet kan gaan halen. Er is feitelijk al een beslissing gevallen, ruim een jaar geleden. Natuurlijk zijn wij altijd op zoek naar kansen, maar de realiteit nu in Almelo bij dit college is dat het feitelijk niet gewild wordt. Hij is door de ambtenaren en wethouder aan het lijntje gehouden, zegt hij, terwijl de voorwaarden voor zijn plan al ruim een jaar geleden onmogelijk zijn gemaakt. Het is dus bijvoorbeeld niet haalbaar? Nee, niet door wat er afgelopen jaar, 1,5 jaar ambtelijk en bestuurlijk is gebeurd. En dat is natuurlijk heel kwalijk. Hè? Dat zou je onbehoorlijk kunnen noemen. Gaat u daar wat mee doen? Want ik krijg de indruk dat u eigenlijk het plan hebt opgegeven. Nou, we moeten realistisch zijn in dit werk. Wat ik gedaan heb, heb ik ook gezegd. Ik heb de gemeente, het college, in gebreken gesteld. Waarmee ik bedoel, als wij deze informatie bij tijd hadden gehad, hadden wij 1,5 jaar geleden beter ons op andere zaken kunnen richten. 12 april vergadert de gemeenteraad opnieuw over de opties, maar een meerderheid van de raad lijkt te kiezen voor verkoop aan de provincie. De kans is groot dat daarna een claim komt van Too Open, het bedrijf van Ruiter. Ik wacht eerst het debat af, wat over 2 weken komt. Dat lijkt me echt buitengewoon verstandig. En dan zien we verder. En ik denk even verder, want als ik het nu zo proef, denk ik dat het niet gaat halen. Dat de gemeente voor de zekerheid kiest. Als de gemeente het college voorstel volgt, klopt dat. Maar je weet het nooit. Eerst zien, dan geloven. Hè? Komt er nog een konijn uit de hoed? Wie zal het zeggen? Het zou niet de laatste verrassing zijn binnen de gemeente Almelo. Laten we dat rustig afwachten. Wordt vervolgd.
belangrijk voor Overijssel, want 10% van de economie en werkgelegenheid zit in die agro- en foodsector. En dat willen we zo houden. En wat zo mooi is, dat zie je van de boer tot hier, dat mensen steeds verder vooruitkijken, willen innoveren, duurzaam willen produceren, wat ook wel echt de trend van de toekomst wordt. En wij als overheid willen dat ook stimuleren. En samen met mijn collega Eddy van Heijem zullen wij in de Agro en Food programma van het komend jaar ook 12 miljoen euro gaan investeren in verduurzaming en innovatie van onze mooie agro- en foodsector. En dat kan natuurlijk alleen maar als je ook mooie ideeën hebt, want wij kunnen het wel verzinnen, maar iemand moet het doen. Vandaag is een bijzonder moment. Het is namelijk exact 18 jaar geleden dat mijn vrouw Monique en ik samen op 1 april 1998 in de garage in Denenkamp voor onszelf zijn begonnen met een klantgericht bedrijf. In 2001 starten we daarna met FoodConnect. Dit bedrijf bestaat dit jaar 15 jaar. FoodConnect is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen en professioneel bedrijf met 140 medewerkers en bezorgt maaltijden in geheel Nederland, met uitzondering van de eilanden in Limburg, bij een kleine 6000 particulieren aan huis. Ruud Lansing. Kijk, hij is de kok. Jij bent hier ook. De kok. Ik vind het een heel mooi concept, omdat het en recht doet aan de prachtige Twentse producten die wij hebben. En ook daarbuiten overigens. Eerlijke producten. Maar ook omdat het weer een nieuw concept is. En wij zijn natuurlijk als overheid altijd heel blij met ondernemers die in de agro- en foodsector, waar wij zo trots op zijn in Overijssel, weer iets nieuws en innovatiefs neerzetten. En nog duurzaam ook. Dus dit is een mooie dag. Okay. Hoe vond u het om zelf mee te mogen koken? Het ging eigenlijk heel makkelijk. Je krijgt een omschrijving waar precies staat wanneer je wat moet doen, zelfs op tijd. Ook wat je nog nodig hebt extra, want olie zat er dan niet bij het pakketje, maar dat heeft iedereen natuurlijk thuis. En eigenlijk was het in 10 minuten klaar. Ik zeg, kind kan de was doen. Dus het was een concept wat je zelf ook aanspreekt? Ja, ik ga zelf toevallig vanavond ook eens even op de website kijken. Want deze vis die ik nou net klaar heb gemaakt, maar ze hebben verschillende producten. En die was ook echt heel erg lekker en vers. Je zag gewoon dat het een mooi en eerlijk product was. En daar ben ik in elk geval altijd wel naar op zoek. En ik weet heel veel mensen met mij. Dus nou, wat je ziet is dat inderdaad van product van zaadje in de grond, zeg ik altijd maar, tot product in de mond, in Overijssel heel goed samengewerkt wordt met de hele agro- en foodketen. En dat stimuleren wij ook, want dat is wel een beetje de toekomst. De samenwerking om te kijken hoe je het hele product in je eigen regio kan neerzetten. En daarmee ja, de streek, het land en misschien wel de wereld veroveren. Want wij hebben hier die kleinschaligheid waarop je ook inderdaad met veel innovatie en verduurzaming automatisch werkt. En dat is wel de vraag voor producten voor de toekomst. Dus ik ben hier wel heel blij mee. In Almelo zijn er 30 stembureaus, 28 gewone stembureaus en 2 mobiele stembureaus. Oh, en die mobiele stembureaus, waar gaan die heen? Het ene stembureau die gaat 's ochtends vroeg bij het Meulenbelt. Daarna gaan ze tijdens de bezoekuren bij het ziekenhuis. En het andere mobiele stembureau heeft maar 1 plek. Dat staat bij het Centraal Station, maar die heeft een kortere openingstijd. De openingstijd van de winkel die daar zit, van 7:30 tot 7:00. De burgemeester vindt het belangrijk dat de kiezer goed zijn stem kan uitbrengen. En daarom hebben we voor evenveel stembureaus gekozen als bij andere verkiezingen. Ja. Nu waren hier alle voorzitters van die stembureaus waren hier aanwezig. Waar is dat voor nodig? Nou, het is belangrijk dat voorzitters en ook andere stembureauleden goed voorbereid zijn op hun taak. Ze zijn daardoor ook het gezicht van de gemeente. Ze zijn ook verantwoordelijk voor de gang van zaken op het stembureau. En dat mensen moeten goed voorbereid zijn op hun taak. Ik ben al sinds 1990 voorzitter van een stembureau in Almelo. Ja. We zitten daar continu met 3 man, maar de bezetting voor de hele dag zijn 5 personen dit keer. Ja. Ja. Hoe lang zit u daar eigenlijk? Nou, ik als voorzitter, ik word verwacht daar om 7:00 aanwezig te zijn. En ik mag pas weg als alles geteld is en het proces verbaal ingevuld is. En dat is meestal is dat 1:00 of 11:00, ik denk deze verkiezingen waarschijnlijk 10:00 zal zijn. Ja. Je mag verwachten van stembureauleden dat zij onpartijdig zijn en dat zij op een gegeven moment volgens de wet alles uitvoeren. Er is nog een mogelijkheid voor kiezers om bij de stemming aanwezig te zijn, om te controleren als alles rechtmatig
gebeurd. Ja. Ik heb meegemaakt dat één persoon, dat hij op een dag 5 keer op een stembureau verscheen met allerlei volmachten. En na 2 keer hadden we in de gaten wat hier aan de hand was. Toen hebben we hem geweigerd. Ja. Stembureau 33 in Barnebroek. En dat stembureau dat zit op de Tresjehof. Een voor ons een heel vertrouwde plek. Hoezo vertrouwde plek dan? Ja, dat is echt Barnebroek. Er wel ontzettend goed verzorgd. En voor ons is dat echt een dag waar we eigenlijk ook wel op zitten via nummer 30. Hmm. Gemiddeld kun je aannemen dat er een goede opkomst is. We zitten altijd boven het gemiddelde. En we zitten meestal toch wel boven de 60%. Als dat eronder is, dan ben je niet tevreden. Nee. Wat doe je er dan aan? Wat we er aan doen? Wij straalt als stembureau gezelligheid uit. Hmm. Wij hebben ook plezier. En zo gewoon wat leuk naar binnen komt, dan straalt ze dat ook goed. Tenminste, ik kom nauwelijks zagrijnig leuk tegen die ten stem gaat. En ja, nou is dat toch weer anders met dat potlood. En dan zit ze dat potlood te zoeken. Het is heel gek dat ik het zeg, maar toch is dat zo. Ja. Kijk eens aan, wie kunt de mensen erachter helpen? Wie kunt de mensen wijzen hoe het potlood ligt? Wie kunt de mensen ook laten zien dat hun stembiljet, dat nou voor hun ligt, want dat leggen we meestal dan los als dat echt nodig is. Maar dan gauw weg, dan moet ze zich rennen. En wat er dan van terecht komt, God zegen de grip. Ja.
8 seconden. 5. De AVRO. Is nu de regionale ronde van de voorleeswedstrijd. Ja, wat beweegt de mens om in een jury te gaan zitten? Nou, misschien omdat ik al voorlezer van de Voorleesexpress ben, van de bibliotheek. En toen leek het me heel leuk om in zo'n jury te gaan zitten. Ik vind het vooral boeiend
om de kinderen te horen voorlezen. En om mee te gaan in de verhalen. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik zal het niet spannender maken dan nodig. Als eerste is dat Lieselot Grobben. Lieselot, alsjeblieft. Hoe is het dat je min of meer gewonnen hebt, hè, in de regionale? Ja, vind ik superleuk. Had je het verwacht? Nee, echt totaal niet. Zeg, vertel eens, welk boek las je uit voor? Ik las Razend van Carrie Slee voor. Carrie Slee is een goede schrijfster? Ja. Heb je nog meer lievelingsschrijvers? Niet echt lievelings, maar Mirjam Oldehaven schrijft ook mooie boeken. Jacques Vriends. Lieselot, die heeft dus gewonnen. En dat meisje dat las ontzettend goed voor. Ze zat helemaal in het verhaal. De intonatie was goed. Met het publiek, contact met het publiek was goed. Dus ja, dat is gewoon heerlijk om te horen en om mee te maken. En de tweede die doorgaat is Lynn Warmerdam. Had je dat verwacht dat je zou winnen? Nee, totaal niet. Ik had echt niet verwacht. Heb je veel geoefend? Valt wel mee, want ik was anders bang dat ik het stukje uit mijn hoofd ging kennen en dan niet meer voor ging lezen. Want het is toch wel een apart vak eigenlijk, voorlezen of niet? Ja, het is heel anders dan zelf lezen, vind ik wel. Want dan lees je gewoon voor jezelf en nou lees je het opeens voor aan iedereen en dan kan iedereen je gewoon horen. Lynn vonden we ook goed, alleen het was een wat moeilijk stukje uit het boek. Je moest dus meer zelf je fantasie gebruiken om te kijken van wat gebeurt er in het verhaal. Maar juist dat bracht zij heel goed over. Waar gaan ze nu naartoe? Ze gaan nu 9 april gaan ze naar Nijverdal. En dan is het de provinciale ronde. En ik geloof dat daar weer zoiets van 8 voorleesters zijn. En dan gaan daar weer 2. En die gaan naar de landelijke ronde in Utrecht. Heeft muziektheater Servus mij gevraagd wat te vertellen over de Elisabethhof. Want het schijnt dat de musicalafdeling van Servus daar in juni een bijzonder stuk gaat opvoeren. Een stuk dat echt wel anders is. Spannend, mysterieus. En het gaat over de gebeurtenissen, de gemoederen die zelfs nu nog, ook buiten Almelo, ons nog steeds bezighouden. Thank you.
Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.